Het technasium is een zesjarige VWO-opleiding waarbij de leerlingen het vak onderzoek en ontwerpen volgen. En dat is een vak waarbij ze vier keer per jaar een opdracht krijgen van een opdrachtgever. Nu hebben wij net een opdracht dus van Schiphol gekregen en ze gaan hier zeven weken mee aan de slag. Het thema is bird control en daarbinnen gaat het om twee dingen, landschapsinrichting en creatieve ideeën voor de afschrikking van de vogels. Het lijkt me wel interessant, maar ook wel moeilijk. Want ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat er niks meer gebeurt. En ook wel verantwoordelijk. We denken ook over een innovatief verjaagmiddel dat misschien hoger of verder kan komen dan onze huidige. Bedacht in de motor en daar plakken we een soort tape met lampjes op en dat gaat licht geven en als die ronddraait dan krijgen we een soort van cirkel en daardoor worden de vogels weggejaagd. Ons idee is om een geur te verspreiden over Schiphol. Zij hebben een fles gemaakt die kurk afschiet. Er zaten hele leuke creatieve oplossingen bij die natuurlijk nog wel verder moeten worden onderzocht en uitgewerkt, maar waar we wel echt door geïnspireerd zijn. Oftewel, ja, we gaan ze verder onderzoeken en we gaan kijken wat er van terecht komt in de praktijk. Fred is een van de 15 birdcontrollers en die gaat jullie even laten zien hoe wij vogels verjagen. Laten zien die een projectiel afschiet. En dat projectiel is een kurk. En ging het goed? Heel goed. Hij ligt nu op dat dak. Dus ja. Ik denk dat ik de man meteen 10 bestel.